bouw en inrichting van de tempel. Toen begon Salomo met de bouw van de tempel voor de Heer in Jeruzalem, op de berg Moria, waar zijn vader David een verschijning had gehad, op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan die David als bouwplaats had aangewezen. Salomo begon met de bouw op de tweede dag van de tweede maand in het vierde jaar van zijn regering. Het grondplan dat Salomo bij de bouw van de tempel voor God volgde, mat 60 el in de lengte en 20 el in de breedte, volgens de oude maat. In het verlengde van de tempel was er een voorhal over de volle breedte van het gebouw, 20 el breed en 120 el hoog, van binnen overdekt met zuiver goud. De grote zaal liet hij bekleden met cipressenhout, dat werd overtrokken met zuiver goud en versierd met palmetten en ketens. Als extra versiering liet hij de wanden met edelstenen bezetten. Het goud was afkomstig uit Parwaim. De hele zaal werd met goud overdekt. Niet alleen de wanden en deuren, maar ook de balken en kozijnen. En op de wanden werden reliefs van gerubs aangebracht. Het allerheiligste besloeg de hele breedte van de tempel. Deze ruimte was 20 el diep en 20 el breed en werd eveneens met zuiver goud overdekt. 600 talent in totaal. Voor de klinknagels werd 50 shekel goud gebruikt. Ook de bovenvertrekken waren met goud overdekt. Voor het allerheiligste liet Salomo 2 gerubfiguren maken, die hij liet vergulden. Hun vleugels hadden een gezamenlijke lengte van 20 el. Elke gerub had 2 vleugels van elk 5 el lang, waarvan 1 vleugel de wand raakte en de andere de vleugel van de andere gerub. Samen hadden hun vleugels dus een spanwijdte van 20 el. Ze stonden rechtop, met hun gezicht naar de grote zaal. Verder liet hij een voorhangsel maken van blauw-purperen, rood-purperen en karmozijnrode wol en fijn-wit linnen, versierd met gerubfiguren. Salomo liet 2 zuilen maken van 35 el hoog, met kapitelen erop, van nog eens 5 el die voor de grote zaal kwamen te staan. Hij liet ketens smeden voor de achterzaal en voor de kapitelen op de zuilen. Aan de ketens onder kapitelen liet hij 100 gesmeden granaatappels hangen. De zuilen werden aan weerszijden van de ingang van de grote zaal geplaatst. De rechterzuil noemde hij Jagin, de linker Boas. Salomo liet een bronzen altaar maken van 20 el lang, 20 el breed en 10 el hoog. Hij liet ook de zee maken, een bekken van gegoten brons, 5 el hoog, met een middenlijn van 10 el en een omtrek van 30 el. Aan de onderkant was het omkranst met een band van 10 el lang, die bestond uit 2 rijen runderen en die met het bekken was meegegoten. Het bekken rustte op 12 runderen. 3 met hun kop naar het noorden, 3 met hun kop naar het westen, 3 met hun kop naar het zuiden en 3 met hun kop naar het oosten. Hun achterlijven waren naar het midden gekeerd. Daarop rustte het bekken. De wand was wel een handbreedte dik. De rand was gevormd als bij een beker, als een lotuskelk. Het bekken had een inhoud van 3000 bat. Hij liet ook 10 andere bekkens maken, waarvan er 5 aan de zuidkant en 5 aan de noordkant van de tempel werden geplaatst. Dit waren spoelbekkens. Ze waren bedoeld om er alles wat nodig was voor de brandoffers in af te spoelen. De priesters wasten zich met het water uit de zee. Voor de grote zaal liet hij 10 gouden lampenstandaards maken, geheel volgens voorschrift, waarvan er 5 aan de linkerkant en 5 aan de rechterkant werden geplaatst. Er werden ook 10 tafels neergezet, 5 links en 5 rechts. Voorts liet hij 100 gouden offerschalen maken. Hij liet een binnenplaats voor de priesters aanleggen en een grote voorhof met toegangspoorten. De deuren daarvan liet hij met koper beslaan. De zee kreeg een plaats schuin voor de tempel aan de zuidoostkant. Guram maakte ook nog vuurbekkens, vuurscheppen en offerschalen. En daarmee was het werk dat koning Salomo hem voor de tempel van God had opgedragen voltooid. De 2 zuilen met de 2 bolvormige kapitelen erop, het vlechtwerk waarmee die kapitelen op de zuilen waren omhuld, de 400 granaatappels die in 2 rijen aan het vlechtwerk
om de bolvormige kapitelen op elk van de zuilen hingen, de onderstellen met de spoelbekkens erop, de zee, waarvan er maar één was, met de 12 runden eronder, en de vuurbekkens, vuurscheppen, drietandige vorken en alle bijbehorende voorwerpen die meester Guram in opdracht van koning Salomo voor de tempel van de Heer had gemaakt. Alles was van gepolijst koper en brons. De koning liet ze gieten in de Jordaanvlakte, tussen Sukkot en Seredata, waar volop vette klei te vinden was. Salomo liet zoveel van deze voorwerpen maken dat het gewicht ervan aan brons en koper te groot was om het te kunnen bepalen. Ook voor het interieur van de tempel van God liet Salomo allerlei voorwerpen maken. Het met een laag goud bedekte altaar en de tafels voor het toonbrood. De vergulde lampenstandaards die voor de achterste zaal stonden, waarin volgens voorschrift lampen brandden, die, evenals hun bloemversieringen en de bijbehorende snuiters van goud, zuiver goud waren gemaakt. En de vergulde messen, offerschalen, kommen en vuurbakken. Ook de toegangsdeuren, zowel de binnenste deuren die toegang gaven tot het Allerheiligste, als de deuren van de tempel zelf, waren met goud overtrokken. Toen al het werk dat koning Salomo aan de tempel van de Heer had laten verrichten voltooid was, liet hij de wijgeschenken van zijn vader David naar de tempel overbrengen. Hij borg het goud en zilver en de andere voorwerpen in de schatkamers van de tempel van God.